Hallo Kerstinite, ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer terug met Kingdom Two Crowns. De vorige aflevering zijn we hier gebleven en we gaan vandaag, denk ik, naar het volgende eiland. Vanwege dat we eigenlijk in principe volgens mij alles hier hebben kunnen doen. De knights die zijn ook al richting het boordje toe. Dus ik ga nu gewoon van dit eiland af en dan gaan we gewoon weer door naar het volgende eiland. Wacht even. Even nog één keer, just to be sure, melden. Dan gaan wij er vandoor. En dat is wel fijn, die hermits die gaan gewoon mee, ook naar het volgende eiland. Dat is super chill. Build, expand en event. Oké, we gaan dus door naar het tweede eiland. Daar kunnen we natuurlijk ook nog waarschijnlijk wel wat regelen. Tja, op het eerste eiland hebben we sowieso. I'm an Equestrian. What the fuck is dat voor een prestatie? Ride four different streets on the same land. Oh. Oké, hier is een kampje voor de ezel en zo. Oké, onze muren die zijn ook wel weer gesloopt, helaas. Maar dat tezijde, we hebben in ieder geval nog wat mensjes. En we hebben gewoon nog wat coins ook nog. Hondje. Oh, het hondje is er weer. Maar dan vraag ik me wel een beetje af. De portals die ik dan de vorige keer heb gesloopt. Repareren ze die zelf weer? Of is het toevallig niet zo? Want ik zou het namelijk niet echt precies weten. Misschien is het wel zo dat ze gewoon gesloopt blijven. We hebben in ieder geval een behoorlijk groot jaargebied. Dat is namelijk ook heel fijn. Even kijken. Nog een aantal arches lijken me misschien wel verstandig. En dan hier nog een beetje. Want we hebben gewoon al 4 builders. Dat is in principe al wel genoeg. Zo. Oké, dan moeten we eigenlijk binnenkort ook weer een farmpje gaan maken. Dat is ook wel verstandig. Het is wel jammer dat ik niet de hermit heb van de bakkerij. Dat vind ik nog wel het enige nadeel. Oké, een van jullie nog coins, ja. Holy damn. Oké, aan de rechterkant is sowieso nog een portal. Ik weet ook niet of dat zo geldt voor de linkerkant. Maar ik wil in ieder geval wel eventjes hier nog ergens een muur regelen. Hier.
Oh ja, hier kregen we die stenen upgrade. Handig. Oké, hier is een portal. Want ja, nu te gaan zoeken naar kistjes, die kom je nu niet denk ik meer tegen. Zo, gaan we deze muur even goed een beetje upgraden natuurlijk. Oké, hier is dus de mogelijkheid om farms te regelen. Oké. Maar dan gaat. Oh, wacht, hier hebben we ook nog een muur. Die we kunnen maken. Oké. Een dubbele muur is ook verstandig. Dus ik was hier ooit wel eens een keer bij een muur geweest. Goed om te weten. Dus dan hebben aan de linkerkant hebben ze dadelijk 4 knights. Dat is ook nog best wel goed. Zo, hoppakee. Een dubbele muur voor de aanvallen. Dan kunnen we misschien de volgende dag gewoon alvast gelijk beginnen met het aanvallen. Tja, als we dan hier 4 knights hebben, dan moet het wel goed komen. Ja, voor de zekerheid ga ik ook gewoon gelijk even een katapult maken. En 2 boulders. Holy fuck. Ik denk dat ik onze kap maar eens even ga upgraden. Because we need it. Nou, nu is dit kasteel in ieder geval ook helemaal maximaal geüpgraded. Vind ik wel heel fijn. En ik vind het ook wel grappig dat die bel gewoon mee... meeluidt. Ja, het is natuurlijk wel logisch dat het ook kan. Oké, dan moeten die andere twee knights natuurlijk wel een beetje coins geven. Nou, laten we maar gewoon gelijk gaan aanvallen. Nee, eentje van jullie heeft mijn coin.
Give me that coin. Die akelige ene coin. Hier kunnen we ook nog een katapult regelen. Of we laten gewoon die ene knight gewoon achter. Ja, we kunnen hem natuurlijk wel gewoon even nog mee laten aanvallen. Maar ja, dan komt hij heel laat aan. Ja, ik wil eigenlijk ook nog even wat... mannetjes hebben voor mijn koninkrijk, maar dat is nu niet zo verstandig lijkt. Dat ding is op zo snel gesloopt. Ik had nooit verwacht in zo snel tijd. Oké, wat zegt Hond? Hij zegt rechts. Dus ik ga even wat persoontjes in het linkerkamp even recruiten. Oh ja, want die porter die zat gewoon hier pas. Oh. Het leek namelijk dat dat het portal super ver weg zat. Bleek dus niet zo'n geval te zijn. Dus die twee worden dus bulders. Holy Jesus. Oh fuck. Jesus. Hé, hey, waarom ga je dan naar buiten, jongen? Dat is niet slim. Zeg weg. Ik ben wel heel wat coins verloren, helaas. Dan moet ik zo spoedig mogelijk ook weer even katapult ook aan de rechterkant maken. En misschien kunnen we die Hermit nog wel goed gebruiken. Want dan voordat ik dan de volgende portal ga slopen, ga ik
de muur daar helemaal rechts ga ik dus upgraden, katapult erbij zetten en dan gelijk een ballista. Maar ik ben eigenlijk niet een knight verloren, dat is wel heel positief. Aankomende nacht is gewoon weer natuurlijk een normale nacht. Dus ik moet eigenlijk gewoon een beetje coins verzamelen. Dat denk ik dat er nog wel. Ja, er is nog een portal. Ik weet dan niet of dat dan de cliff portal is. Het is in ieder geval een portal. Nou, aan deze kant hebben ze dus niet echt veel coins, omdat er natuurlijk heel weinig jagers zijn. Gewoon vanwege de hoeveelheid knights en zo, dus ja. Oké. Ze hebben één jager aan de rechterkant. Of toch niet? Oké. Eigenlijk moet ik dan nog eventjes wat mensen erbij recruiten aan de linkerkant. Want hier duurt het natuurlijk langer voordat die monsters bij ons zijn. Maar dan spannen ze dan wel eerder natuurlijk. Ach ja. Al die coins. Oké. Dat is dus nog een katapult extra. Dat is altijd beter. Ja.
Oké. Oh, ik zie een erop voorbij vliegen. Mooi, daar heb ik nu nog een archer erbij. Dat is wel handig om te hebben natuurlijk. Ga ik even ondertussen even weer naar de linkerkant. We hebben natuurlijk ook nog binnenkort van die farms nodig. Zonder farmers kun je natuurlijk niet echt veel op het moment. Of ik ga ze ook gewoon alvast de poort aan de rechterkant even aanvallen. Weet ik natuurlijk niet van welke kant ze komen, maar we hebben nu in ieder geval van beide kanten al katapulten staan. Kijk, ik heb iets van 8 coins. Ik moet er nog iets van 4 bij hebben. Ik denk dat het pas de volgende ochtend wordt voordat we weer kunnen gaan aanvallen. Ja, ik denk het wel. Want het heeft er ook gewoon mee te maken dat we gewoon te weinig archers hebben die dan kunnen jagen. Het is niet een heel groot probleem, maar ja, het maakt deze dagen wel wat langzamer, omdat je niet zoveel te doen hebt. Wat eet deze man dan eigenlijk? Hij eet iets bruins, maar ik weet niet wat het is. Mos? Ik heb echt geen idee namelijk. Even kijken, heeft een van jullie nog een beetje coins? Nee, niet echt. Dan gaan we weer even helemaal naar de rechterkant. Dan gaan we daar even kijken. Wat we kunnen gaan doen. Ja, we moeten sowieso die poort even slopen. Dat is wel één ding wat ik zeker weet. Maar ja, zolang we niet genoeg coins hebben, dan kunnen we niet echt veel. Ja, dan kunnen we het wel, maar dan. Ja, dat is niet heel handig. De katapulten schieten best wel ver. Aan de ene kant is
ook best wel goed. Ja, wat? We gaan gewoon aanvallen. Dan nummer 2, dat is ook geen probleem. Dan ga ik even weer nieuwe recruits halen. Die zitten gelukkig ook niet heel ver in het bos. Bij na deze brug was het? Ergens? Ja! Eigenlijk moeten we van die twee recruits moeten we eigenlijk wat farms maken. Hey. Die kunnen we namelijk best wel goed gebruiken nog. Aan de linkerkant zit niet echt een stroompje. Dus ik denk dat we het aan de rechterkant moeten gaan doen dan anders. Ja, dit is moeilijk, want die zijn niet echt farm locaties. Ja, hier pas. Dat zal gaan betekenen dat we heel ver moeten uitbreiden. Oh fuck, meen je dat? Zijn ze hun shit kwijt? Ja. Vraag maar hoe dat kan. Geen idee. Maar dat kan wel betekenen dat we nu weer heel wat archers hebben om te jagen. Dat is wel aan de ene kant wel fijn. Nou, maar in ieder geval, ik ga nu deze aflevering weer afsluiten. Ik hoop het leuk vonden. Geef een like en vijf nou. En dan zie ik jullie weer. Later.